Ik wilde gewoon dingen maken die bij deze tijd pasten. Maar mensen willen nooit iets moderns. Lastig hoor. Inmiddels was ze ontdekt door de Nederlandse kunstenaarsgroep De Stijl. Deze tafel was bedoeld als eerbetoon aan De Stijl. Er zijn overeenkomsten met de rood-blauwe stoel die Gerrit Rietveld in 1918 had ontworpen. Eileen liet zich sterk beïnvloeden door de Nederlandse benadering, waarbij de architectuur de grondslag vormde voor alle uitingen van toegepaste kunst. In 1924 wijdde het Nederlandse architectuurtijdschrift Wendingen een groot artikel aan Gray's werk. In het kader daarvan ontmoette Eileen Jean Badovici, een Roemeens architectuurcriticus die in Parijs woonde en als redacteur voor De Stijl werkte. Al snel kregen Eileen en Badovici een relatie en samen reisden ze Europa door om werken van beroemde modernistische architecten als Mies van der Rohe, Walter Gropius en Le Corbusier te bekijken. Zijn architectuurmanifest is van grote invloed geweest op het werk van Eileen. Badovici vroeg, waarom ontwerp je geen huis voor je meubels? Eerst lachte ik me vierkant uit. De architectuur is altijd mijn grote liefde geweest. Maar ik achtte mezelf niet in staat tot het ontwerpen van een gebouw. In de jaren 20 stak Eileen een paar keer de Atlantische Oceaan over en bezocht ze onder andere Mexico en Peru. Ze maakte een diepgaande studie van scheepshutten. De uiterst functionele inrichting fascineerde haar mateloos. Haar reisjournalen stonden volgekrabbeld met schetsjes. Vanaf 1925 reisde ze talloze keren naar Zuid-Frankrijk op zoek naar een geschikte locatie voor haar huis. Na een jaar zoeken vond ze de ideale plek in Roquebrune, Cap Martin. Ik was nu 48. De bouw van het huis nam 3 jaar in beslag. Het kwam vrijwel pal aan zee te staan, op een afgelegen plek die alleen via een smal paadje langs de spoorlijn te bereiken was. De bouw verliep moeizaam, want fatsoenlijke wegen waren er niet en alle materialen moesten met een kruiwagen naar de bouwplaats worden gebracht. Ik moest hemel en aarde bewegen om de arbeiders dingen te laten doen die ze nooit eerder hadden gedaan. Badovici kwam af en toe langs en droeg dan ideeën aan. Voor Gray, die het hele project zelf had bekostigd, werd het huis een blijk van de liefde die ze deelde met de 15 jaar jongere Jean Badovici. Ze had het huis op zijn naam laten zetten. Ze noemde het E1027. De E stond voor Eileen, de 10 voor de J van Jean als 10e letter van het alfabet, de 2 voor de B in Badovici en de 7 voor de G in Gray. Net als in de muziek is de waarde van iets afhankelijk van de liefde waarmee het gemaakt is. Het huis steekt als een betonnen schip uit de rotswanden van Cap Martin. Aan de met zeildoek afgezette reling van het grote terras hangt een reddingsboei. Het trappenhuis eindigt bovenaan in een sierlijk wervelende constructie van glas en staal. Als een schoorsteen die hemelwaarts wijst. Daarnaast staat een mast. Wie vanuit de woonkamer het terras oploopt, waant zich op het dek van een schip. Over zee uitkijkend zien we rechts in de verte de kustlijn van Monaco. Het huis vormde een volmaakt decor voor de levensstijl van Gray en Badovici. Là, je suis dans le living room de la 2027 et j'ai pris une entrée qui n'est pas habituelle puisque en 1929, quand la maison a été construite, il y avait ici une épine paravent qui obligeait le visiteur à rentrer comme ça, il avait la vue
sur la mer. Et ensuite, il rentrait dans le living room et là, il avait la vue sur l'espace. De meeste meubels uit E1027 zijn als reproductie te koop. De in Londen gevestigde meubeldealer en binnenhuisarchitect Zev Aram liet de meubels als eerste namaken. Gray was destijds nog in leven en gaf daarvoor toestemming. De E1027 gave her that wonderful stage to really let go and develop that spirit of modernist design. Voor de transit chair liet ik me inspireren door de lichtstoelen op de transatlantische oceaanschepen. De adjustable table ontwierp ik voor mijn zus Tora, omdat ze zo graag in bed ontbeet. En dit is de welbekende rustbank. Very simple, and yet very sophisticated, because all the details are really simple, very modernist, very mission. Up to a point, and then it departs from Mies and becomes Arlene Gray. If you look at the frame also, she doesn't want to have a leg. The leg goes down, continues along the floor, goes there, goes up, and continues along there to hold the bottom, the base of the sofa. In the eetkamer, die aan het terras grenst, stond mijn non-conformistische stoel als eerbetoon aan de stijl. So she did that sort of chair, which is fantastic. If you look at the detail this way, yes, which is all angled, rounded down there. And if you look at it this way, it's just rounded with this heavy side. And the beauty of it is that it's so wonderfully comfortable because you can just sit so well on it and so forth. You don't need to sit like an emperor to be comfortable. It's just a wonderful chair. De villa E1027 is een perfect voorbeeld van een gesamtkunstwerk. Van de lichtschakelaars tot het trappenhuis, van de spiegels tot de vensterbanken, van de inbouwkasten tot de kapstok. Gray integreerde niet alleen vormen, kleuren en materialen, maar ook de effecten van daglicht en ventilatie die aan het jaargetijde en het moment van de dag konden worden aangepast. Là nous avions, vous avez un espace, une grande baie vitrée, c'est-à-dire c'est l'architecture du nord qui est venue dans le sud. Parce qu'à l'époque, l'architecture du Sud, c'était surtout des petites ouvertures. On cherchait surtout à se protéger du soleil. Et là, Hélène Gray a ouvert au soleil. Il y a un détail qui me fascine. Ce sont toutes les grandes fenêtres par avant qu'il y a face à la mer. Ce sont des fenêtres qui se plient comme les paravents. Les premiers objets de design qu'elle conçoit, ce sont des paravents en lac, et c'est le même objet qu'elle réutilise dans l'architecture, donc la fenêtre paravent. Donc elle va passer du design à l'architecture. Op de muur was een kaart van de Dominicaanse eilandengroep getekend. In schabloonletters had ik daaraan toegevoegd Invitation au voyage, de titel van mijn favoriete gedicht van Baudelaire. Plus beau temps, mooi weer. En laten we gaan, Totor. Want mijn auto noemde ik Totor. And I think that those words might be said to characterize her journey. A journey that was in constant search of a way of finding a spiritual dimension, a some sort of transcendental dimension to everyday objects. How could she make things which would truly inspire the spirit? And whatever she touched, there is always this beautiful balance between the ability of the object that she created to serve its function and the ability of that object to inspire something which was harder to define.